Zou je Twentse bedrijf het aanraden om nu met Amerika te gaan handelen? Ja, zeker. Zeker. Amerika is nog steeds de grootste homogene markt by far. Eigenlijk op het moment dat je succesvol wil zijn in de wereld, dan mag je Amerika niet vergeten. En dan kan Amerika je een enorme impuls geven om inderdaad wereldwijd de grootste te worden. Op dit moment hebben we geen handel met Amerika. Wij exporteren alleen in Europa. Maar we hebben wel een aantal leads op dit moment om het in ieder geval te onderzoeken. En het begint steeds concreter te worden. Bij ons is de handel gerelateerd aan de koers van de US dollar. En daar zie je dat je toch met de wereldeconomie te maken hebt. En als de dollar heel erg duur wordt, worden onze producten ook heel erg duur. Dat heeft toch weer impact op onze handel. Wij produceren interactieve speeltoestellen. En wij willen nu de export richting de US opzetten. En in die hoedanigheid ben ik vandaag hier. Is het voor u op dit moment ook minder aantrekkelijk om te handelen met Amerika? Nee, dat is het niet. Het is alleen onze producten. We moeten dan twee keer over de zee, waardoor ze erg duur worden. En vandaar dat we niet zo heel veel handel met Amerika doen. Ja, we zijn er een stuk voorzichtiger mee. We hebben geen eigen vestiging in Amerika. We moeten dus alles vanuit onze eigen vestiging in Friese Veen organiseren. We weten niet exact welke kant erop gaat. En dat kan ook met name onze klant kan dat behoorlijk sceptisch maken. Maar wij zijn inmiddels een klein bedrijf uit Twente en trots op ons product. En de interactieve speeltoestellen die wij leveren hebben ze in Amerika niet. Dus ik verwacht niet dat dit nou direct significante invloed gaat hebben op onze bedrijfsvoering, eerlijk gezegd.